het spreidingsbeleid. Waarbij dus de mensen vanuit de stad eigenlijk buiten de stad gingen wonen. Suburbanisatie noem je dat. Had natuurlijk wel behoorlijke nadelen die van tevoren niet helemaal ingezien werden. Mensen gingen de auto gebruiken en het zorgde voor heel veel, nog steeds, ja, nu met corona wat minder, voor opstoppingen op de wegen, veel congestie en filevorming. Toen gingen we over in de jaren 90 naar een ander soort beleid. Niet spreiden, maar juist concentreren. En we wilden eigenlijk dichter bij de kernen van waar gewerkt wordt gaan bouwen. Dus in plaats van dat de steden gingen suburbaniseren, gingen we bijvoorbeeld oude bedrijventerreinen, daar woningbouw plaatsen of oude ziekenhuizen waar dan gebouwd werd. Een andere planologisch iets van de jaren 90 is dat er ook bedacht werd om Finex-wijken te bouwen. Ja, hier zie je er een. Dit is, hier ben ik in Getsenwoud. In Getsenwoud zitten we hier, Getsenwoud in Nieuw-Vennep. Misschien kennen jullie het wel. Misschien dat er ook een heel aantal van jullie in de Finex-wijk Florianne in Hoofddorp wonen. Een Finex-wijk heel erg gericht toch ook op de gezinnen met een auto. Je ziet dus ook dat de opbouw altijd, vind ik, een beetje inspiratieloos. Opbouw is auto, straat, auto, voortuin, woning, architectonisch vrij standaard vaak en dan zie je de achtertuinen in de verte met een schuurtje erbij. Perfect om met je gezin te wonen. En wat je dan ook veel ziet in die Finex-wijken zijn natuurlijk de speeltuintjes. En die speeltuinen, ja, superleuk natuurlijk om met je jonge gezin te wonen. De vraag is alleen, hoe interessant is het als je jong volwassenen bent en wat meer actie zoekt, cafeetjes, et cetera, om je te vermaken. Aan die Finex-locaties, wat ze eigenlijk hoopten, was dat je dan daar zou wonen. En dan op de fiets of met het openbaar vervoer, dat je dan naar je werk zou gaan. En helaas viel dat echt enorm tegen. Want de mensen pakten nog steeds vaak, of nu nog steeds, meestal de auto. En wonen bijvoorbeeld hier in Getsenwoud. Maar werken dan bijvoorbeeld in Den Haag of in Utrecht. Zo nam eigenlijk niet het autovervoer af. Maar zie je dat dat het eigenlijk alleen nog maar meer ook is toegenomen. Dus het idee van concentratiebeleid en aanbestaande kernen bouwen, wat we dus Finex-locaties noemen, pakt minder geslaagd uit dan dat we hoopten. En nu is het dus de vraag, wat gaat er gebeuren? En wat bij de Finex-locaties ook altijd de vraag is, is dit soort plekken, wat nu helemaal ingericht is op jonge gezinnen, als natuurlijk die bevolking wat ouder wordt, wat doe je dan met die ruimte? Is dan zo'n speeltuintje nog steeds wat je nodig hebt? Of kan je dat dan anders gaan inzetten? Genoeg om over na te denken.